als het goed is ben ik live, maar dat weet ik niet zeker. Dus als ik live ben, moet je dat even zeggen in reacties, want dan weet ik dat ik live ben. En dan ga ik ook echt starten met de live voor vandaag. Want dat weet ik natuurlijk nog niet echt. Ja, je bent live. Even kijken hoor. Nou, dan denk ik dat ik gewoon maar ga starten, denk ik. Ik zie een hooi voorbij komen. Ja, ik denk dat ik gewoon kan starten. Hoe lang? Ja, oké. Ik zie nu heel veel reacties. Oké, nou, vandaag weer een nieuwe live, zoals je kan zien. En vandaag weer Star Stable. En ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag allemaal weer gaan beleven. Voor de mensen die alvast net erbij zijn gekomen. Vandaag live op Star Stable. En dan Moorland. Moorland eiland ding. Dat je het even weet. Aan het einde ga ik een naamrondje doen, zoals altijd. En hoe lang duurt de live? Ja, dat weet ik niet. Geen idee, dat zien we dan nog wel, joh. We zijn net begonnen, dus dat zien we dan wel. Oké, ik ga even naar de stal naar buiten. En, ja, dat. Magnolia Island, daar zit ik server op. Server. Ik kom vandaag niet uit mijn woorden. Oké, server Magnolia Island. En ik sta nu in Moorland. Dus ik ga even kijken of er al een paar mensen zijn. Zijn er... server Magnolia Island, zoals ik net zei. Ik ben 13 jaar. Hoezo wil iedereen dat weten? Ik ben 13 jaar. Hoi iedereen. Hoi hoi. Even kijken. Nou, wat zou ik als eerste even gaan doen? Als eerste moet ik deze nog eventjes doen. Beweegt en bijt naar de accessoires. Nou, dat mag niet. Weet ik het. Ik heb ook geen idee. Oh ja. Ik kom met je mee even wachten. Nou, ik ga nergens heen hoor. Nee, ik ga vandaag geen Taco Boca. We houden het vandaag lekker bij Star Stable. Ik ga ook even mijn paard eten geven. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. Ja, omdat ik echt... Ik heb al zo lang niet meer Star Stable gespeeld. Gewoon omdat ik er geen tijd voor had. Opeens wordt mijn beeld zwart. Oh... Toch niet meer. Maar gewoon omdat ik er echt al een hele tijd geen tijd meer voor heb gehad om het überhaupt te spelen. Dus ja. Komt Sonja ook? Nee, Sonja komt vandaag niet. Ja, ik draag altijd make-up. Nou ja, bijna altijd. Niet in het weekend. Maar vandaag is gewoon een schooldag en dan draag ik het wel. Wil je op een ander paard straks? Misschien. Maar het liefst wil ik eigenlijk deze even level 15 maken. Want ja, ik wil hier niet veel meer op gaan rijden. Aantal... Ja, dat besef ik me ook wel. Van, je bent 13 en je hebt al zoveel abonnees lekker bezig. Ik ben 13 en de aantal subscribers die je hebt is een vage droom. Ja, dat besef ik me ook wel. Dat ik best wel veel abonnees heb voor mijn leeftijd. Dus ja. Heb je ook zin in het Hollebos veranderd? Ben zo benieuwd. Oh, nou, meidje kan me alles vertellen. Want ik ben al zo... Meid, is het meid? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet zeker. In ieder geval, sorry als je jong bent. Maar ik heb het al zo lang niet meer gespeeld dat ik ook gewoon niet weet wat er nieuw is. Of... Wat al weg is. Ik zou het echt niet weten. Namelijk de laatste keer dat ik heb gespeeld. Mijn paard kan een niveau hoger. Oh, er gebeurt niet zoveel. Maar de laatste keer dat ik heb gespeeld. Is namelijk toen net de Halloween update er was. Nou, dan weten jullie wel. Voor echt de mensen die het zo vaak spelen. Dan weten jullie wel dat het echt wel een tijdje geleden is. Geleden. Ja. Het gewoon ver weg is. Dus ja. Kan je Roblox spelen? Nee, niet vandaag. Ik kom zo, maar ik moet even op de goede server. Server Magnolia Island. Ik ga hier even een wedstrijdje doen, zodat de meeste mensen rustig kunnen inloggen. En gewoon eventjes, ja, even rustig kunnen inloggen eigenlijk. Ik kom ook. Ken je Roblox? Natuurlijk ken ik Roblox. Blijft af en toe haperen. Ja, dat kan. Nieuwe Dries? Ik denk dat je Vries bedoelt, toch? Mag ik hopen? Dat zal ik verwachten. Oh. Wacht even opnieuw. Wacht, ik ga zo eventjes die reacties lezen. Maar ik kan dat niet tijdens een wedstrijd. Daar ben ik echt niet goed in. Wat de meeste van jullie wel weten. Want dan ga ik kijken naar reacties en dan ga ik met een side eye daarheen. En dan... Nee, dat gaat het niet worden hoor. Nee. Ik kom ook. Nou, gezellig. Nog steeds kijk ik die reactie, hè? Is niet goed. Dus moet ik niet doen. Nee, maar maakt niet uit. Oké. Dresspaarden. Oh, dressuur. Doe je dat?
Even mijn dingetje halen. Welk level ben je? Ik ben level 15 met mijn poppetje. En met mijn paard ben ik level 10. Ja. Wow. Oké. Maar dan gaan we even kijken wat er allemaal nieuw is. Wat is dit? Oh, nee, dat is het niet. Waar zit dat? Oh, daar zit dat. Nieuwe deugels in de hand, rijdt naar verschillende kaap. Oh, dan kunnen we wel even naar de rijhal gaan. Heb je al... Ja, ik heb al mijn tweede HPV gehaald. Maar dan kunnen we wel even naar de rijhal, want daar heb je toch die dressuurringen. Dus dan kunnen we daar wel zo meteen even heen. Ja, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Dat we daar dan zo meteen even heen gaan. Oh, wat lief. Bobbly, oh mijn god, je bent zo mooi. Nou, dat vind ik lief. Hoeveel paarden heb je op SSO? Nou, dat is echt een hele goede vraag. Ik zou het echt niet weten. Server Magnolia Island. De nieuwe paarden zijn echt leuk. Nou ben ik niet van plan om vandaag een nieuw paard te kopen eigenlijk. Ja, mensen zijn er toch morgen? Of niet? Wanneer is de winterwereld? Morgen toch? In welk jaar op de middelbare zit ik? Ik zit in de tweede. 2 MAVO HAVO. Zal ik ook komen? Natuurlijk. Ik ga hem heel rustig alvast naar de rijhal. Oh, vriend verzoeken. Ik vind dit wel een stuk opvallender hierboven hoor. Dan dat oude hoed zat. Dit vind ik wel opvallender. Hoeveel startlijst. Leuk spel toch? Ja hoor. Ik zit ook in de tweede. Nou, wat leuk. Eigenlijk heb ik echt helemaal geen zin om erin te rijden. Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik erin moet. Want ik pak altijd de paardentaxi. Dus ik heb geen idee hoe ik eigenlijk erin moet. Ja. Welke richting doe jij? Nee, ik ga... Sorry mensen. Ik ga de paardentaxi pakken hoor. Want ik weet niet hoe waar ik de rijhal is. Hi. Wat wil je laten worden? Ik wil laatst politie worden. Maar welke kant moet ik op? Want ik ga gewoon een paardentaxi pakken hoor. Het spijt me zeer. Maar ja, oeps. Ik ben 13. Ja. Nou, maar als niemand het uit kan spreken, dan doe ik het ook maar niet je naam uit spreken. Want dan weet ik nu al dat het gewoon echt fout gaat. Dus ga bij de brede politie. Dat is uiteindelijk ook mijn doel. Maar ik weet niet of dat natuurlijk over de tijd dat ik mij daar mag gaan inschrijven, of het dan nog steeds zijn. Of dan nog steeds die paarden er zijn. Dus ja. Maar uiteindelijk wil ik dat. Voor nu wil ik dat wel gaan doen. Maar later weet ik niet of dat er nog steeds zo is. Of die er nog steeds zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Kijk je echt al heel erg lang. Dat is zo gezellig. Maar ik wacht even totdat er hier een beetje mensen zijn. Ja, nou ja, ja. Oh wow, dat had ik niet verwacht. Nou ja, hoe lang rijd je al paard? Nou, dat is echt een goede vraag. Ik denk rond 4 jaar. Wow. 4-5 jaar denk ik nu, zoiets. Ik weet niet precies eigenlijk. Maar best wel een aardige tijd, dus ja. Nou, er zijn nu wel een paar mensen. Om precies te zijn, 2 hele mensen. Ja, ik ben 13. Kijk, in die andere hal heb je de heb je die rijhal. Ja. Even kijken hoor. Kijk, ik zie hier wel iemand rijden, maar ik weet niet. Oh, dat is wel echt een mooi paard trouwens. Maar ik weet niet of ik waar. Ja, dat weet ik. Maar kan je? Er stond toch hier zo ergens of zo dat je hier toch. Ja, dit is ook bij de rijhal. Dat is die achtergrond. Hoeveel katten heb je? Ik heb 5 katten. En volgens mij ligt Eddie op mijn bed. Dat dacht ik. Ik dacht dat Eddie op mijn bed lag. Ja, kijk, het loopt wel echt heel mooi. Maar ik heb geen idee waar die wedstrijd is dan, toch? Ik doe liever springen, maar dressuur vind ik laatst ook wel leuk. Maar ik doe liever springen eigenlijk. Ja, ik hou wel meer van actie. En niet echt. Dat, ja, nee, daar ben ik niet echt van. Nee, ik zie hier nergens, zie ik hier die dressuurdingen. Of zien mensen dat wel? Moet ik daar eerst weer zo'n missie voor doen? Of is het er gewoon niet? Je kan ze wel zien bij Landhuis Zilverkleed. Nou, ik ga hier niet nu net weg. Want nu zijn mensen hier. Dus ga ik hier maar even een wedstrijdje rijden dan. Waarom heb je je katten niet binnen, maar in een ren? Oké, dit vind ik een hele goede vraag. En die wil ik ook zeker weten beantwoorden. De katten zijn nu gewoon binnen. Alleen in de zomer zijn ze buiten als het lekker weer is. En in de avond, in de winter gaan ze ook gewoon
in de avond gaan ze ook gewoon lekker naar binnen toe. Lekker bij ons. Dus nu zijn ze de hele winter ook gewoon binnen. Nu hebben wij de kattenkooi ook als opslag voor onze tuinstullen. En de andere dingen staan die we buiten hebben staan. Dus nu kunnen ze er niet eens in. Al zouden ze dat denk ik wel echt heel leuk vinden. Omdat ze dan overal tussendoor en weer overal overheen kunnen. Maar nu zijn ze gewoon binnen, lekker warm. Dus alleen in de zomer zijn ze buiten. Even kijken hoor. Wil je bij politiepaard? Ja, dat heb ik net al helemaal uitgelegd. Maar uiteindelijk is dat wel mijn doel. Maar ik weet niet of dat over de tijd dat ik me daarvoor mag opgeven, of het dan nog steeds mag en geldt om politiepaard te mogen. Want ik weet dat nu al iets van mensen dat soms dierenmishandeling vinden. Dus voor hetzelfde geld keuren ze het over een paar jaar niet eens meer goed. En dan, ja joh. Dan, maar sowieso wil ik sowieso bij de politie werken. En anders zou ik nog steeds wel iets met dieren willen doen. Maar daarvoor moet ik eerst sowieso 5 jaar zelf politieagent zijn. Dus dat duurt nog wel eventjes. Oké, wacht. Ik ga zo meteen de reacties weer lezen. Kan je een Get Ready With Me voor school een keer in een video doen? Nou, ik heb er laatst eentje toen ging ik logeren met Emma. En toen ging ik me klaarmaken om naar oma te gaan. En toen heb ik er wel een Get Ready With Me samen met haar gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk best wel een drukke Get Ready With Me. Want als ik met Emma ben, dan is dat druk. Dus dat was een beetje druk. Maar misschien dat ik nog wel een keertje... gewoon een Get Ready With Me kan maken voor school zelf. Waar ben je? Ik ben bij de rij al, niet erg. Ik ben bij de rij al. Oeh, jeetje. Ja, als ik er tijd voor heb, dan zou ik meer SSO-video's maken. Maar ja, ik heb ook school en het is een beetje druk op school. Dus ja, als je weggaat, naar boven volgt. Oh, dus ik moet gewoon naar boven, toch? Ja, oké. Okay. Dus maak leuke video's. Nou, dat vind ik lief. Zou ik dat nu nog doen? Zou ik nog even 1 wedstrijd doen, zodat mensen kunnen komen die nog willen komen? Want ik ben natuurlijk net begonnen, dus ja. Server Magnolia Island. Ik zou het even herhalen voor de mensen die... Wow. Voor de mensen die het vergeten zijn of net binnenkomen. Server Magnolia Island ding. Waar is de rijhal? Dat is een goede vraag. Ik wist het zelf ook niet. Ik ben namelijk gewoon weer even gegaan met de paardtaxi. Want ik heb ook zelf geen idee waar het is. 2 VWO. Nou, dat gaat er niet worden met mijn hersentjes hoor. Ik hou het lekker bij 2 MAVO-HAVO. Dat vind ik al moeilijk zat. Ja, nee. Ben je de jongste van je familie? Ja, en ook van mijn gezin hier thuis. Want ik ben een enig kind. Maar ik ben ook de jongste uit mijn familie. Dus, yep. En dan hier zo. Ben je Star Rider? Ja, ik ben Star Rider. Even kijken hoor. En dan gaan we hierheen. En dan gaan we weer de andere kant op. Meid, waarom niet, joh? En dan gaan we weer hier. Moreland. En tonen waar de rij al is. Ik zou het zo meteen laten zien. Bombastic Zuid-Ei. Nee, gewoon Zuid-Ei. Maar ik zou het zo meteen laten zien. Nee, niet te zien. Als ik klaar ben met deze wedstrijd, als het even lukt, dan zou ik even laten zien. Welke school? Ik zit op het Erasmus College in Zoetermeer. Ja. Maar dat kan je ook zien in video's. Want dan zie je ook een beetje wat een stukje van mijn school is en zo. Op mijn school hebben ze een hele leuke feest. Vrijdag heb ik ook weer een heel leuk feest op school van 8 tot 11:30. Lekker lange dag. Ja. Ik heb mijn vraag beantwoord. Oh, wacht. Ik ging nog even tonen waar de rijhal was. Hier is de rijhal. Waar ben ik? Ik ben hier. Hier zo. Ja, is dat genoeg? Want ik kan meer ook niet echt. Het is gewoon, ja, nou daar eigenlijk. Ja, daar. Even, ben geen in het groen. In het groen. Waar, wie is groen? Wie is groen? Oh, hier. Die persoon is groen. Ja, maar het is een beetje druk hier. Ik ben ook enigskind. Nou, wat goed. Hoeveel minuten rooster heb je? 45 minuten. Ik vind, oh wacht, trouwens, mensen, ik ga naar zilver. Of tenminste, ik moest, mensen zeiden van je moet rechts omhoog. Dus dat doen we maar. Maar ik had vorig jaar 40 minuten rooster. Maar ze hebben het heel leuk omgetoverd. Echt geweldig naar een 5 minuten rooster. En denk je, 5 minuten is toch niet zo erg? Nee, maar kijk, als ik ga kijken naar mijn 8e uur. Normaal was die tot 2:30. En nu is het tot 3:15. Dat vind ik wel heftig. Dat vind ik toch wel heftig. Dat zo lang gewoon duurt. Ja. Dat mijn dagen gewoon nu langer duren. Want mijn 7e is dus nu gewoon 2:30. En mijn 8e is nu 3:15. Dat vind ik heftig.
Maar mag ik echt niet zeiken, want mensen zijn volgens mij ook gewoon om 3:30, 4:30 uit. Dus ik mag echt niks zeggen, maar ik vind het gewoon een heftige waar ik even aan moet wennen. Is dat hier dan? Ja, dit is zilverkleed. Hier hebben ze toch dan die nieuwe dressuurpaardjes? Niet hier, waarschijnlijk niet hier. Wat is dat niet hier? Is er iemand in Moorland? Nou, ik in ieder geval niet. En er rijden aardig wat mensen achter me aan, dus ik heb geen idee. Waar is hij hier dan? Ik ben hier eigenlijk gewoon heel blind naartoe gereden, maar ik weet niet. Je kan trouwens gewoon van server veranderen als je bij mij niet op de server zit. Hadden ze hier nou die nieuwe paarden? Ik weet het niet. Maar je kan gewoon van server veranderen. Dat waren ze. Oh, waar is dat ze wel? Oh, volg mij. Iemand zegt volg mij. Dat doen we altijd. We volgen altijd iemand die het beter weet dan ons. Nou ja, dat is niet altijd waar, maar... Oh, staan ze gewoon hier. Is dat dit ze? Oh, ik vind deze eigenlijk wel mooi. Even kijken dan. Wat kan die doen? Maar dit vind ik... Ja, het is mooi, maar ik weet niet of ik dit echt... Ik vind het wel echt heel erg mooi trouwens. Ja. Wat hebben ze al meer? Even kijken hoor. Hoe werkt dit ook alweer? Oh ja, hier raspen kijken. Dit is, dan moet ik eventjes naar beneden, want dan gaat niet zo snel dit. Even kijken. Oh, hier. Oh, ze hebben echt heel veel. Goedemorgen, ze hebben echt er heel veel. Dat had ik niet verwacht. Ik vind dit eigenlijk ook wel mooi. Zo'n voskleur. Hij kan ook... Oh, nog eentje. Oh, die heb ik niet eens gezien. Maar hoe kan je dat doen? Want ik heb ook een paard die ook twee verschillende passen kan. Maar hoe kan je die doen? Je hebt er eentje via spatie en eentje via... Hoe kan je die andere doen dan? Dat weet ik nooit. Ik weet het niet. Kan je chat openen? Nee, dat doe ik misschien zo meteen. Maar dit vind ik niet zo speciaal. Want dat kunnen ook andere paarden. Maar ik vind deze wel mooi. Hallo, waarom stopte jij? Zonder toestemming stoppen. Dat vind ik niet aardig. Dit is ook mooi. Eigenlijk zijn ze gewoon allemaal mooi. Maar je kan ze niet allemaal kopen natuurlijk. Huh. Wow. Ik hoop eens een stem. Maar mijn iPad die... Ja, hallo. Stil. Ik hoor opeens een stem, maar opeens gaat mijn iPad praten. Even kijken hoor. Control pijltje naar voor in stap of draf. Control shift. Hey, dat gaan we proberen of dit paard dat ook kan waar ik nu op zit. Oeh, het zijn echt heel druk. Wat is er mis met haar dan? Is er iets mis met mij? Nee toch? Nee, vast niet. Wacht, was het nou? Stap maar shift en dan W. Shift. Nou, niet voor me gaan lopen hè. Shift W. Kijk, deze... Oh! Kijk, deze kan dus ook wat, maar dat vergeet ik dus altijd. Ik weet... Ja, kijk! Zie je, dat kon deze. Ik wou net zeggen, deze kan ook wat, maar dat wist ik dus niet. Ja, dat ja. Wat leuk. Ik wist het niet eens dat dit beest dit kon. Je komt nog ergens achter, jongens, toch? Wat een verrassing. Hoe oud ben je? Ik ben 13. Wat een... Waarom wil iedereen weten hoe oud ik ben? je lijf staat steeds stil. Ik luister vaak naar Adele. Wat voor muziek luister je vaak? Adele. Nee, maar dit zijn andere paardjes. Nee, we blijven wel even bij die andere. Maar ik ga nu douchen. Veel plezier met douchen. Hoe kan je van serverlink veranderen? Ja, dan moet je even naar Star Stable, die website gaan. En dan... Leuke trui, dankjewel. Moet je naar die website gaan en dan staat er ergens surf veranderen. Maar die website is helemaal veranderd. En ik weet niet hoe het er nu uitziet. Want toen ik het zag, toen was het... Laatste keer dat ik het zag, was het heel anders. Oh. Nee, dat willen we niet. Dat willen we niet. Ja, Eddie ligt volgens mij nog steeds op mijn bed. Maar ik weet niet. Soms gaat hij snurken, maar ik hoor hem nu niet snurken. Dus denk het niet. Oké, maar gaan we dit doen? Gaan we dit echt doen? Ik twijfel wel. Waarom heb ik altijd als jullie zeggen van... Ja, dat paard is echt leuk. Die moet je halen. Dat gaat helemaal fout. Heeft iedereen dat de livestream vastloopt? Loopt die vast? Ligt het dan niet gewoon aan jullie? Ik heb een Insta-account. Gewoon Bobbly Marijs. En dan heb je een foto van mij staan. Oké, maar ik zit een beetje te twijfelen tussen deze. Ik vind deze echt heel mooi. En ik vind... Even kijken, welke nog meer... Deze? En deze. Nee, die vind ik echt trouwens niet mooi. Deze. Deze vind ik mooi. En deze vind ik mooi. Welke? Siri, hou je mond. Wat moet je? Stop. Stop, stop, stop. Stop. Af en toe blijft er... Ligt dat dan niet gewoon aan jullie wifi? Zullen we... Ik vind deze eigenlijk wel wat mooier, maar...
Is ook gewoon weer, jullie schat ook weer een paard gaan kopen, hè? Koop die grijze, ja toch? Ja, ik vind die grijze eigenlijk ook wel mooier. Deze vind ik ook wel mooi, maar ik weet niet. Ik weet niet, ik vind die zo speciaal. Ik vind dit wel mooi. Het heeft wel iets. Koop die witte. Even kijken, hebben we nog iets leuks met die manen? Want ik vind deze voorpluk echt... Nee, dat kan niet. Ik vind die voorpluk echt niet te doen. Dit is eigenlijk ook wel mooi. Ja, ik vind dit ook wel mooi. Nee. Of knotjes, dan zit je gelijk altijd in wedstrijdstijl. Nee, laat maar, dat is niet echt. Of ga voor een fjord. Oeh, dat ziet er echt niet uit. Nou, het is niet per se een fjord, maar gewoon... Dat doet me denken aan een fjord. Nee, dat vind ik niet... Oh nee, dat vind ik ook niet zo. Wat gebeurt er met deze staart? Oh. Oh. Er gebeurt ook wat met die staarten dan. Oh nee, er gebeurt niks met die staart. Nee, maar dit vind ik niet mooi. Nee, dit. Nee. Ik vind dit eigenlijk wel heel mooi. Stel, wat gebeurt er met die voorpluk? Kijk, dat ziet er ook wat beter uit. Kan je daar meteen op rijden? Zeker. Maar ik vind dit eigenlijk wel wat mooier staan zo. Het kost me wel gelijk extra ding, maar ik vind het wel mooier staan. Surfer Magnolia Island. Welke vraag? Even kijken hoor. Die is wel leuk. Ja, dat vind ik ook. Ik vind die ook wel leuk. Hoe heet je op Snapchat? Nou, ik heb wel Snapchat, maar dat ga ik niet zeggen. Want ik heb geen zin om al die mensen zo bam op mijn Snapchat te hebben. Snap je? Ja, oké. Bij mij bruin. Nope. Koop die witte. Ja, ik vind die witte. Ken je die capybara? Tuurlijk ken ik een capybara. Heb je een lief? Weet je, één keer een vraag stellen is genoeg, hè? Eén keer een vraag stellen is genoeg. Ik zie de hit het voorbij komen, maar één keer een vraag stellen is genoeg. Oké, ga ik het gewoon doen? Ga ik het doen? Ja, gaan we het doen? Ja. Ja, joh, even nog één keer. Laat me nog één keer even kijken naar die passen. De stap is op zich oké. Ja, dit is, ja, oké, dit wordt hem. Dit is toch mooi? Mensen, dit vinden wij mooi. Ja, dit vinden wij mooi. Oké. Oh, we moeten natuurlijk nog een naam. Dat was ik helemaal vergeten. Ik was even vergeten dat we nog een naam moesten verzinnen. Voor dit beest. Oh, wat is nou weer een leuke naam dan? Dat was ik helemaal vergeten. Oh. Hoe een surprise. Ik kan wel even kijken. Kijk hoor. Ja, je hebt wel een... Oh, sunset. Dat vind ik mooi. Ja. Hebben we nog iets moois erachter dan? Sunset. Ik wil iets met sunset. Ik weet niet. Ik vind dat wel mooi. Ja. Kijk, perron. Perron. Ik ga... Oh. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat was niet de bedoeling. Kom terug, paard. Heb je nog dezelfde manen? Ja, top. Wacht even hoor. Coconut. Dat vind ik eigenlijk ook wel grappig. Perron. Wacht, ik ga even kijken of er een perron is. Is er een perron? Nee, er is geen perron. Sunset doen. Dan moet je lege balkje... Oh ja, ik kan natuurlijk ook gewoon sunset doen. Sunset fluff. Die kan ook. Dat vind ik eigenlijk ook wel grappig. Sunset. Daar. En ja, ik kan ook gewoon het zo doen. Dan heet hij gewoon sunset. En dan houden we het daarbij. Ik moet wel een jong paard. Maar dan houden we het gewoon bij sunset. Ga je de hele tijd met... Nee, niet altijd. Sunset fluff. Nee, maar dat klinkt niet. Oh, web. En web vind ik eigenlijk... Nee, dat is het. Nee. Web klinkt eigenlijk ook echt niet. Sunset air. Dat vind ik eigenlijk ook wel grappig klinken. Sunset air. Wachoo. Maar Sunset Air vind ik eigenlijk ook wel grappig. Ga ik het gewoon Sunset Air doen dan? Ja, ik vind het eigenlijk wel Sunset Air. Ja, waarom niet? Ja joh. Hebben we nog iets leukere opties of gaan we het gewoon hierbij houden? Als ik één ja zie, dan wordt dit het. Ik heb gewoon een broek aan. Ik zie een ja. Nou, bedankt Jaylin, zoals ik het uitspreek. Nou, ik zie hier meerdere ja's. Nou, hier gaan we dan. Gezondheid, dankjewel. Dat vind ik erg lief. 3, 2, 1. Oh, wat gebeurde er nou? Oh, ho? Voel korter en leuker. Nee, maar we gaan voor dit. Het is mijn paardje, dus jullie hebben gewoon pech. Jullie hebben nu officieel pech. Kijk hoe leuk! Ja, ik vind het helemaal leuk. Oh, wat schattig.
Wat schattig. Nee, we gaan geen meteen rijden. We switchen even van paard. Zo, wie staat er hier zo hoog? Krimp jij eens eventjes. Oh, wat leuk. Mensen, kijk dan. Kijk mijn mooie beest dan lopen. Oh, wat leuk. Oké, okay, hebben we nog eventjes iets van een zadel? Want ik hou er niet echt van om een zadel te rijden. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik ben er niet echt. Ik weet niet. Wacht, open chat. Wat is er hier aan de hand? En wat is hier? Oké. Starkers of geld. Maar oké, okay, ik ga dus nu even terug naar Moorland om even dit beest wat aankleding te geven. Want om het nou zo te houden, ja nee sorry, maar dat vind ik een beetje saai. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik ga even terug naar Moorland. Gaan we terug rijden? Vinden we dat leuk? Vinden we het terugrijden leuk? Ja joh, waarom niet? Meer precies. Ik heb precies 300. Meer precies. Oké. Okay. Ja, nee. We gaan het niet hebben over mijn starcoins. Het is een beetje. Maar dit gaat nog niet zo snel, snap je? Het is niet echt in de volle tempo, paard. Het kan wel ietsje harder. Ja. Ja, dat wil ik ook doen. Ik wil ook een mooi dressuursetje doen. Maar dan moet ik wel eventjes die uit. Nee, ik ben echt veel te lang om dit te lopen. Hoeven uitkrabben. Ja, dat doe ik zo meteen. Ja, ik moet er natuurlijk nog eventjes een lekker hoeven. Nou, ik heb hier echt zo geen zin in. Het spijt me zeer, mensen, maar ik pak toch echt de taxi. Nou, ging ik nou daar precies echt doorheen? Ik pak even de paardentaxi naar Moorland, want ik heb echt geen zin om dit te lopen, als ik heel eerlijk ben. Ja, nee, ik heb daar echt even geen zin in. Dan kan je rengen lopen. Ja, klopt. Maar ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, wacht. Dat gaan we even doen, ja? Dat is een goede tip. Maar als ik vind dat eigenlijk aan de ene kant echt heel erg vervelend. Want waarom kan ik niet gewoon... ja. Zo. Dat heeft niemand gehoord. Dat heeft echt niemand gehoord. Ja. Paardniveau omhoog. Begin van een paard, dat is fijn. Maar ik wil nog eventjes een level omhoog, want... ja, ik wil graag krijgen of doen. Want het gaat een beetje langzaam anders. Ja. Nee, waarom? Nou, wat is dit? Ik doe zo mijn best en dan... Ik doe zo mijn best en dan lukt het gewoon nog steeds niet. Oké, okay, we gaan nu eventjes naar binnen. Het spijt me zeer voor iedereen die naar buiten nu moet wachten op mij. Maar ik wil eventjes een goed setje voor mijn paard gaan fixen. Want, wow, dit kan niet. Wat voor kleur dekje moet ik doen? Laat even weten wat voor kleur dekje. Want dan koop ik of een nieuw of ik ga kijken of ik er nog eentje heb. Want dan ga ik alvast op zoek naar mijn dressuurzadel die ergens op deze paarden zit. Dus kijk even, laat even weten wat mooi staat op een wit paard. Dat mogen jullie beslissen voor mij. En het maakt niet uit wat voor kleur. Dan kies ik gewoon... Ik zie een geel, ik zie een groen. Ja, maar wit gaat niet worden. Want wit, dat kan, dat nee. Waar is dat zadel heen? Dat zadel, oh daar is die. Daar is dat zadel. Even kijken hoor. En ik kijk later wel voor een hoofdstel. Ik zie, even kijken. Ik zie een blauw. Ik zie een ja, lichtgroen of blauw. Ik zie ook zwart. Groen of roze. Donkerblauw. Ik zie heel veel blauw. Kijk, ik vind dit een beetje te licht eigenlijk. Maar ik heb hier ook nog een blauw. Zal ik even kijken of dit mooi is? Kijk, dat is ook wel een blauw. Maar ik zie, één keer is genoeg. Één keer is genoeg. Je hoeft het niet 100 keer te spammen. Roze doen vind ik ook wel een leuke. Pastel paars. Die vind ik eigenlijk ook niet... Oh, die vind ik eigenlijk ook niet... Ook niet verkeerd. Wat is je telefoonnummer? Ja, dat is een goede vraag. Wat mijn telefoonnummer is. Ik heb hier ook nog een blauwe. Was dat post? Post? Oh ja, nee, ja. Moet dat... Ik heb er soms... Open ik het allemaal. En dan, ja... Laat maar. Even kijken. Paars? Hier heb ik een paars. En dan heb ik ook gelijk een heel paars setje. Maar eigenlijk wil ik het dekje. Of wil ik die peeskappen gaan doen. Die ook als springkappen. Want ik heb gezien dat die er zijn. Waarom werkt dit niet zoals ik dat wil? Nou, oké.
heb nu alleen peeskappen, dat was niet de bedoeling. Pak die blauwe wat je op je Appaloosa hebt. Ja, wacht. Ik zal even kijken hoor. Wat is dit? Staat dit er mooi op? Of staat deze er mooier op? Nee, ik vind dit alleen dan in het blauw moet ik hem eigenlijk hebben, hè? Ja. Nee, pastelpaars niet. Ja, maar ik heb geen pastelpaars. Maar dit staat eigenlijk ook niet verkeerd. Maar, even kijken. Naar, kijk, want je hebt hier ook echt mooie peeskappen. Zie je dat? Dat vind ik ook mooi. Eigenlijk zou ik zulke peeskappen, maar dit is zo fel. Heb je ook gewoon nog lichtere kleuren? Want het is zo fel. Oh. Nee, die dingen wil ik ook niet. Kijk, dat is ook mooi. Dit is niet nieuw. De lichte, even kijken hoor. Nee, maar dit wil ik ook niet. Kijk, rood staat denk ik... Oh, trouwens, rood, dat staat denk ik... Kijk dan, rood staat denk ik ook echt heel erg vet. Wat is het verschil tussen deze twee nou weer dan? Ik zie het verschil niet. Wat is het verschil? Het is ook gewoon even duur. Huh? Huh? Oh, die hebben achter niks. Nee, we willen ook achter. We willen ook achter natuurlijk. En deze vorige Elleidsveen klopt. Pastel blauw. Ja, maar dat is er niet. En dan moeten we nu even omhoog. Wat is dit nou weer? Wat zijn dit allemaal voor dekjes dan? We willen rood. Rood. Ik denk echt dat rood trouwens ook mooi staat. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel echt heel vet zijn. Staan. Steen. Staan. Ja, rood. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Doe rood. Ja, ja. Zie je? Nee, klopt. Ik ga mijn telefoonnummer niet geven. Daar heb je helemaal gelijk in. Zadels? Nee, zadel gaan we gewoon voor zwart. Maar daar heb ik nog wel mijn dressuurzadel voor. Dus ik twijfel of ik daar een zadel voor ga kopen. Want dat vind ik altijd wel heel erg lang zoeken. En dat... Nee, daar heb ik echt geen geduld voor. Heb je ook gewoon rode hoefijzers? Dat zou echt vet zijn. Nee, oké. Okay. Dat was wel echt heel erg blij eigenlijk als dat zo was. Wat voor kleur hoofdstijl? Ik weet niet in welke groep bij paardrijden ik zit. Volgens mij groep... Ik weet niet. 1 keer is genoeg. Maar... springzadel pakken. Ja, ik weet niet. Rood, ja dat snap ik. Ik denk dat ik gewoon wel even nog een oud iets ga pakken daarvan. Oud zadelwassen. Nee, dat is niet mooi. Oké, dan ga ik het voor nu gewoon even houden bij dit. Ja, dan ga ik het nu even houden bij dit. En dan ga ik even kijken of ik nog een zadel heb. Oh, kan die hier wel op? Oh ja, gelukkig. Anders... en dan... Heb ik het nou echt met die gekozen? Oh. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar, en dan kijk ik wel of ik het, of ik nog even een goed zadel heb. Want dit vind ik wel mooi. Want ik heb dus toch dit zadel. En dit vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ja, dit staat in principe toch ook wel. Anders kan ik nog even kijken hoor. Volgens mij gevorderder. Maar ik weet het echt. Ik heb echt geen idee. Ik kijk nu pas. Nou, gezellig. Dan moeten we even naar een hoofdstel. Even kijken hoor. Kan die hierop? Weet het niet. Ik neem hem gewoon mee. En dan kan ik die nog meenemen. Dan moet ik nog... Wat heb ik nog? Gewoon een normaal zwart zadel. Ja, die heb ik misschien nog ergens liggen natuurlijk. Dat kan. Heb ik hier nog iets? Nee, oké. Okay. Zwart hoofdstel wel leuk is. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk niet dat ik voor een rood hoofdstel ga. Dat ga ik niet doen. Nee. Oh, dit vind ik eigenlijk echt helemaal prima. Oh, nee. Ja, dit staat eigenlijk ook niet eens zo verkeerd. Ik ben 13 en ik zit in klas 2. Wat ging ik nou nog zoeken dan? Of heb ik gewoon nog even een simpel mooi zwart zadel? Nee, dat is wit. Dat staat ook niet echt zo mooi. Ik wil ook geen western, denk ik. Dat vind ik namelijk niet helemaal passen. Dat is een... Met een paars lintje eraan. Dat is een western. Hoe noemt dit spel? Dit spel... Oh, wacht. Dit is van... Dit is een Star Stable trouwens. Dit is trouwens ook echt wel nog een mooie zadel die ik ooit heb gekocht. Dus die kan ik ook nog wel doen.
Ik ben er weer, gezellig. Nee, daar heb ik niks. Even kijken hoor. Ik kan ook nog gewoon dit zadel pakken. Nee, ik vind dit toch wel wat mooier. Ja. Oké, ik ga nu weer naar buiten, want anders is het niet leuk voor jullie. Ik ga even een wedstrijd doen, want ik moet echt wat fixen aan deze snelheid. Dat kan niet. Een zwarte hoofdstel, ja, dat heb ik. Oké, voor nu zijn de setjes even klaar. Ik weet eigenlijk echt veel over jou. Ja, dat klopt. Jij weet veel over mij. Oké, ik ga eventjes zo'n... Oh, nu kan ik opeens wel sneller gaan lopen. Oh, nou, dan hoeft het niet meer. Oh, ik vind dit gewoon zo mooi eruit zien. Ja. Ja, dat weet ik. Maar ik heb... Ja. Ik kan ook dit zadel doen. Zou ik gewoon even dit zadel doen? Ja, joh, waarom niet? Ik doe even... We gaan even een springwedstrijd doen. Dat vind ik echt een heel goeie. Oh, ik moet misschien eventjes dit allemaal goed gaan keuren. Ja. Maar ik herken je aan je profiel. Daarvan weet ik, oh ja, die was er vorige keer ook bij. Maar dat ken ik alleen... Als je nu een ander profiel had, dan had ik het echt niet meer geweten hoor. Maar dat komt door het profiel, omdat dat me vorige keer opviel. Gewoon zo'n fel roze en dan zo'n roze achtergrond. Ja. Oké, maar ik ga eventjes niet kijken, want... Oh, dat springt trouwens echt, ziet er heel raar uit. Ik vind het wel grappig eruit zien eigenlijk. Even kijken hoor. Nou ja, iemand zegt geen haat, maar die laarzen passen er echt niet bij. Klopt, maar ik weet niet waarom ik die laars eigenlijk heb. Maar ik kon gewoon geen mooiere vinden op dat moment. En nu ben ik gewoon te lui om neer te zoeken. Nu zeggen heel veel mensen dat het niet matcht. Zou ik dan nu weer eerst op zoek gaan naar zwarte rijlaarzen? Oké, wacht. Ik ga even op zoek dan naar zwarte rijlaarzen. voeten. Maar maar dit ziet er toch ook niet. Nee, dit ziet... Nee, dat kan niet. Dit is... Nee. Maar ik wil wel gewoon mooie rijlaarzen, snap je? Maar ik ben... Ik moet lachen, maar ik heb ooit toen een keer heb ik wel zwarte rijlaarzen gehad. Alleen toen heb ik ze veranderd naar die bruine. En... Ja, toen ben ik gewoon het vergeten aan te passen. En het is me eigenlijk ook gewoon nooit meer opgevallen eigenlijk dat ik die nog had. Kan dit dan wel? Kan dit dan wel? Of is het ook nog steeds niet echt het beste? Kijk, kan dit dan wel? Of is dit nog steeds? Nee, dat ziet er trouwens echt eigenlijk niet uit. Geen haat als je deze laarzen hebt trouwens hoor. Maar mijn mening, ik vind het er niet echt uitzien. Oh, dat lijkt er wel heel erg op. Nee. Maar kijk, dit is wel rood, dus dat past wel weer bij dit setje, maar nee. Zou ik gewoon dit... Nee, dat vind ik niet... Ik vind het niet zo mooi. Gewoon donker zwart, ja, dat heb ik. Bestaat er ook een licht zwart dan? Geen haat. Maar dat is toch gewoon grijs dan? Of niet? Ja, dat is gewoon grijs. Ja. Of ik kan natuurlijk ook gewoon voor fel rode laarzen gaan. Dat kan ik ook gewoon doen. Eeuw, dat ziet er trouwens echt niet uit. Oh, joh. Maar ik kan ook gewoon voor vel rode laarzen gaan. Dat zou ik echt heel grappig vinden. Oh, joh. Dat vind ik echt heel grappig. Als ik gewoon voor fel rode laarzen ga. Kan ik ook doen. Nou ja, het ziet er ook wel grappig uit. Ja. Oké. Even kijken. Hoe lang heb je assorteerbal? Ik weet het eigenlijk niet. Of zou ik... Ik kijk wel gewoon bij die zwarte... Wacht, misschien hebben ze nog wel bij die gratis winkel. Daar heb je ook altijd wel iets. Kijk, vriend. Oh, sorry. Sorry. Ik had even niet gezien. Want ik was eventjes naar laars aan het zoeken die ik niet gevonden heb. Wow. Even kijken hoor. Hebben we hier nog wat iets zwart? Zwart. En dan gaan we voor de rijlaarzen. Nee, het wordt er niet beter op. Het wordt er niet beter op.
Heb je al een keer die krompoes? Nee, ik wil het echt proberen. Maar het is vanaf vandaag of vanaf morgen te koop bij de Dirk. En mijn school zit dus echt naast de Dirk. En ik ga heel vaak in mijn tussenuren naar de Dirk toe. Dus ik ga even kijken of ik bij mijn volgende tussenuur even naar de Dirk kan gaan. En laat ik jullie wel weten. Ik kijk even snel in mijn kast of ik daar een zwarte laarzen heb. Want, ja. Ja. Want nu heb je me echt op het ding gezet om gewoon zwarte laarzen te vinden. Even kijken, kleding. Kijk, ik heb hier, wat is dit? Oh, nee, dat kan niet. Oh, nee, ik heb ook gewoon geen goede zwarte laarzen dit. Wat is dit nou weer? Nee, het wordt er niet beter op eigenlijk. Ik denk toch dat mijn bruine laarzen gewoon echt het beste waren wat ik had. Want het wordt er niet echt beter op. Oh nee, ik ga niet in een groep. Het is toch groep? Nee, ik ga niet in een groep. Ik denk echt dat die bruine laarzen toch echt wel... In de winkel had je laarzen van... Oké, wacht. We gaan nog een keer kijken, hè. Nog een keer kijken of ik ze nu wel kan vinden dan. En anders heb ik voor nu echt genoeg geld uitbesteed aan dit. Even kijken, iemand zei 33. Hier, deze. Dat zijn deze, toch? In de totaalwinkel. Ja, deze dan, toch? Ja, die. Bedoel je deze? Zijn die mooi? Vinden mensen deze mooi? 8 juli ben ik jarig. Gaan we voor deze? Dan heb ik tenminste even zwarte laarzen. Dan past het er wat meer bij. Ja, die heb ik. Even kijken hoor. Ja, die zijn mooi. Ja. Oké, nou dan gaan we voor deze. Het valt nog wel. Oké. Prima. Dan gaan we voor dit. Waar staan ze nou? Zijn dat deze? Ik kan niet zien. Iedereen staat ervoor. Ja. Mensen, we hebben zwarte laarsjes hoor. Nu kunnen daar mensen ook niks meer over zeggen. Hebben we nu nog een ander verbeterpunt? Want dan heb je echt pech. Eerlijk is eerlijk, je setje is vele beter. Nou, top, dankjewel. Oké, nou, ik vind het rood trouwens echt heel erg mooi staan. Gefeliciteerd. Maar ik vind het heel erg mooi eraan staan. Bobbelie, ik heb een vraag. Oh, we hebben geen vraag meer. Ik lees het en de reactie wordt ingetrokken. Doe eventjes deze wedstrijd, want dan kan ik even level 3 worden. Kijk, we gaan al een stukje sneller, hè. Het is nog niet Speedy Gonzales, Max Verstappen nog niet, maar... Ja, ik heb ook nieuwe peesjes en ik heb niet een nieuw zadel. Maar, want ik kon niks leuks vinden en ik had toch nog zadels. En dit zadel is ook prima, dus... Is echt een cap. Welke lip oil? Of bedoel je die nieuwe lipgloss waarvan ze zei dat het Dior, die Dior naleed of zo? Toch? Want daar. Dat is als je. Dat zeggen mensen zeggen als ze het 2 keer gebruiken, is het op. Maar daarvoor vind ik het. Daarom durf ik het ook niet meer te kopen. En het is echt een super klein flesje. Dus. Daar ga ik het niet voor doen. Ja, daarom. Dat heb ik ook gehoord. Ja. Ik heb gewoon die oude. Die grote. Daar heb je wel gewoon wat meer aan. Oh, is die applicator dan misschien anders? Maar. Ja, ik weet niet. Ik heb ook gehoord dat die heel snel leeg ging. Ik heb hem 3 keer gebruikt. Het zit nu al op. Ik heb mijn schoenen niet aan. Ik heb geen schoenen aan als ik in mijn huis loop. Dan loop ik gewoon op mijn sokken. Want ik heb wel sokken in mijn schoenen aan. Maar... Oh ja, dat kan best. Ja, gevuld met Juicy Boom. Ja, dat zou ik ook doen als die zo snel op is. Hij is nu al op. Oh, dat is gewoon echt een diepe scam eigenlijk. Gewoon, die dingen zijn best wel duur. En dan... Oh, dat vind ik eigenlijk echt heel erg. Die dingen zijn best wel duur. En zijn dus echt al super snel op. Nou ja. Ja. Hé, mijn paard is een niveau hoger. Wat leuk. Leiden aan het touw. Wat fijn. Daar heb ik namelijk ook echt gewoon mijn starcoins aan verspild. En dan moet ik het nu alsnog gewoon naar level 3 voor. Nou, het zal allemaal wel. Tadaa. Dat was weer mooi. Verstoppertje. Nee, andere keertje. Ik weet echt niet hoe lang ik nog blijf gaan. Ja, klopt. Ze zijn volgens mij inderdaad nog duurder dan die grotere lipgloss. Dingen. Alleen ik heb het dus, want ik had dus de gewoon de doorzichtige die kleur 01 volgens mij gekocht van die grote. Maar ik heb hem rood gemaakt met oogschaduw omdat ik hou van rode, hoe noem je dat? Ja, rode lippen, snap je? Dus ik heb hem rood gemaakt, maar nu is hij bijna op. Maar daar betaal je volgens mij nog minder voor
dan dat je voor dat kleine... Echt, het is maar dit. Het is zo groot en het is gewoon zo. En dan is het potje gewoon leeg. En dan doe je het terug en dan is het opeens weer helemaal refill. Ja. Wat is je lievelingseten? Mijn lievelingseten is pizza. Ja, klopt. Ja, zie je, ik heb het niet gekocht, maar toch weet ik het. Mooie balans. Ik heb een hele mooie balans, mensen. Oh, ik heb hier nog iets. Slay all day. Oké. Goed gedaan. Hebben we nu ergens anders nog... Meid, drop even je TikTok. Nou, meid... Nee, eigenlijk niet. Even kijken hoor. Welk server is dit? Server Magnolia Island. Kijk, vriendchat. Wat hebben we... Oh, zo is heel druk hier. Oh. Wat leuk. Oké. In ieder geval. Wat ga ik nu nog doen? Zou ik nog eventjes naar Fort Pinta gaan? Ik ben echt lang niet meer in Fort Pinta geweest. Mensen, we zetten de tocht op naar Fort Pinta. Want daar ben ik echt al heel lang niet meer geweest. Je moet echt de Zwitserse Body Mist. Nou, die heeft Emma dus. Emma heeft die Zwitserse Body Mist. Is er een kampioenschap? Is er een kampioenschap? Nee, er is helemaal geen kampioenschap. Oh jawel, laat maar. Of wanneer was dit? Ik weet niet. Maar ik vind het wel lekker ruiken. Maar het is zo, als je dat ding opdoet, dan ruikt gelijk heel je huis naar Zwitserland. En heel de school, want zij spuit altijd op als op school. En dan ruikt gelijk heel de school naar Zwitserland. En dat hoef ik niet. Het hoeft alleen in mijn kleding te zitten. Niet in mijn heel mijn kamer. Dus op mijn kamer binnenlopen en dat ik boem, een grubbel in mijn hoofd heb. Nee. Dat hoeft niet. Lekker toch? Ja, maar nee. Ik hoef niet als ik mijn kamer inloop, dat ik dan bam, gelijk zo'n grubbel in mijn gezicht krijg. Dat nee. Is niet nodig. Niet nodig. Huh? Oh, dat was al heel lang. Ik wou zeggen, huh, sinds wanneer is dat? Maar dat is er... Ik vind het trouwens, ik vind het hartstikke leuk. Maar, ik vind het wel vervelend dat het gewoon recht in mijn gezicht blijft staan. Ga weg. Dank je. Ja, oké, snap ik. Top. Wat fijn. Ik vind dit trouwens zo leuk staan rood. Ik vind het echt heel leuk staan. Ik word er helemaal blij van. Ja. Nou, ik heb die 100.000 starcoins of 10.000, weet echt niet eens hoeveel het waren. Maar die heb ik ooit gekregen voor mijn verjaardag, 2 jaar geleden. Ik heb het nog steeds niet opgemaakt. Maar als je Starrider bent, krijg je ook iedere zaterdag of zo, krijg je nog nieuwe erbij. 100. Dus, en ik heb het de hele tijd niet meer gespeeld. Laten we zeggen, rond gewoon 5 maanden of zo. Nee, dat is wel heel overdreven. Ik denk 2 maanden ongeveer. Een maand, 2 maanden. Dus ik heb het helemaal niet gespeeld. Dus daarom heb ik nu zoveel. Maar het is nu allemaal weer weg wat ik heb gespaard. Want het is naar mijn paard en naar mijn setje uitgegaan. Ik heb altijd als ik parfum opdoe dat het smaak en geur in mijn mond heb. Nou, ik doe het altijd nog als ik... hoe noem je dat? Ja. Oh ja, als ik de fiets op ga, dan doe ik het ook altijd. En dan doe ik zo... Want dan... Dan heb ik gewoon een druipneus omdat het koud is. Het is winter. In Nederland is het gewoon altijd koud. En dan doe ik zo. En dan zit het gelijk helemaal in mijn neus. En dan toch zo. Ja, proef ik gewoon mijn luchtje in mijn mond. Ja, dan denk ik, sorry, ik hoef mijn luchtje niet te proeven. Het ruikt goed hoor, maar het smaakt minder lekker. Dus ja. Ho, 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 ho. Wat is je lievelingspoli? Ik zie hem nu 2 keer. Nou, dan beantwoord maar even. Op vorig is het Bambi. En ja, Bambi. Radica had ik vroeger altijd. Maar daar heb ik echt al super lang niet meer op gereden. Dus, en als je zegt van... Was laatst toch een video van Radica? Ja, maar met de paarden lopen we echt een hele tijd achter. Dus ik heb echt al een hele tijd niet meer op Radica gereden. En ik rijd de laatste tijd heel veel op Bambi. Spoiler alert. Maar... dus Bambi op voorweg en op Leidseveen blijft het toch wel dat om. En Ferron, daar ben ik nu een beetje overheen. Snap je? Ja, dat ben ik iets te... Ik weet niet, ik voel geen uitdaging meer. Dus ja. Nou, morgen wordt het Holle Bos geüpdate. Ik denk niet dat ik dan kan... SSO, snap je? Ja. Goud. We hebben gewoon goud met dit beest. Die ik gewoon net 10 minuten geleden heb gekocht. Wat knap weer dit. Ik rij morgen op voorweg. Wat leuk. Ik rij overmorgen op voorweg. Zo. Loop ik vast of jij? Nou, ik denk dat het aan jou ligt. Want het is heel verschillend. Mensen zeggen dat ik vastloop, maar ik weet het zelf eigenlijk niet eens. Hoe gaat het met je cijferlijst? Nou, eigenlijk best wel goed. Ja hoor.
ik heb de testweek weer overleefd. En nu heb ik pas over 5 maanden weer een testweek. 5 maanden, jongens. Wat heerlijk, 5 maanden. En dan krijg ik nu al stof opgelegd die ik over 5 maanden pas moet kennen voor de testweek. Dus dat is wel logisch, toch? Maar dat doet er niet toe. In ieder geval, maar kijk, dit kan ik dan weer niet hebben, hè. 5,25 en we moeten tot de 600. Ja, nee, sorry, maar dat kan ik niet. Dus, waar gaan we nu nog heen? Wiskunde is een uitzondering. Oh nee, bij mij is biologie een uitzondering. Ik weet niet, ik ben normaal best wel goed in biologie, maar niet in deze testweek. Dat ging niet zo goed. Nee. Oh. Even kijken. Aan het einde van deze live... Ja, ik loop weer trouwens gewoon weer hier, hoor. Ik leef nog, mensen, ik leef nog. Maar aan het eind van deze live ga ik een naamrondje doen. Ik zit in poeptestweek. Ik zit in... Oh, ik ben er net voorbij, zo. Kom zo, waar heb je kampioenschap dan? Iedereen zegt kampioenschap, maar... Nee, hier zit een kampioen. Oh, hier, wacht, of niet? Oh, Jorvikstal, waar is Jorvikstal nou weer? Waar is Jorvikstal? Ik weet toch niet waar Jorvikstal is? Wat is je stomste vak? Natuurkunde. Ik vind het eigenlijk NASC, want het is natuurkunde en scheikunde in één. Maar ik vind het echt vreselijk. Ja. Het enige wat leuk was, is dat ik ooit een practicum heb gedaan. Maar die man kan niet uitleggen. Geen belediging als je dit kijkt, meneer. Maar sorry, het spijt me zeer. Dat is toch de waarheid. Maar ik ga naar Steve. Want daar ben ik ook al heel lang niet geweest. En ik vind die wedstrijd wel leuk. Over een half uur. Ja, ik denk niet dat ik over een half uur nog live ben. Over een half uur? Nee. Scheikunde kan misschien best leuk zijn. Maar ik heb NASC. En merendeel gaat over natuurkunde. En dat, nee. Bijna mijn hand in de fik gestoken. Oh, dat kan ook. Dat kan ook gewoon. Gewoon heel je hand in de fik steken. Wow. Ja, waarom niet, joh? Ik zit niet op de netten. Ik zit op... Ik zit op... Erasmus College. Moet ik ze nou echt nadenken op welke school ik zat? Wow. Het wordt echt weer tijd voor vakantie, hoor, mensen. Epona. Glitch. Nou. Ja, moet ik eerst weer helemaal naar de andere kant van dit hele land gaan reizen. Ja, sorry, die skip ik. Hoe lang ben je nog live? Ik heb geen idee. Ik denk nog ongeveer een kwartiertje of zo. Die altijd drinkt met die knikker. Hé, hey, ik heb die beneden. Die ligt beneden in de koelkast. Want die heb ik laatst gekocht. Ja, die heb ik beneden. Die staat beneden in de koelkast. Ik kan die openmaken. Want die heb ik beneden nog in de koelkast staan. Ja. Ik heb een aardbeiensmaak laatst gekocht. Zou ik dat doen? Moet ik wel van mijn moeder vragen of ze over wil brengen. Want anders moet ik jullie helemaal alleen laten. Dat is niet echt leuk. Want dan zien jullie mooie gordijnen. Oh, maar dat vind ik wel leuk. Die heb ik gewoon... Oh, je brengt me echt op de ideeën. Die heb ik gewoon nog in de koelkast staan. Ik vergeet hem telkens op te drinken. Dan denk ik, vanavond gaan we die opdrinken. En dan lig ik in bed en denk, oh, ik heb hem nog steeds niet opgedronken. Maar heb ik mijn tanden al gepoetst, dus dan wacht ik maar. Ik rijd trouwens echt via Groningen naar Steve's boerderij. Het is echt niet geloven. Serieus? Echt waar, Bart? Echt waar? Kijk, al die mensen kunnen het wel. En dan kan jij het weer niet. Wat is dit nou weer voor teleurstelling? Is er een kat op jouw kamer? Ja, Ellie, die ligt op mijn bed. Maar die ligt lekker te slapen, dus die ga ik niet optillen. Was laatst in Groningen. Ik niet. Ik was laatst niet in Groningen. Maar ik heb nu het gevoel dat ik wel echt via... Even kijken hoor. Even opnieuw. Want het ging echt gewoon heel erg mis. Ja. Kijk, zie je paard? Je leert het. Een toets over Groningen. Kan je een toets hebben? Ja, natuurlijk kan je een toets hebben over Groningen. Maar gaat het dan over... Nou, ik weet het wel allemaal wel. Een toets over Groningen. Ja, knap hoor. Ik ben heel benieuwd hoe je het hebt gedaan dan. Ben je ook zo benieuwd naar het nieuwe bos?
Nou, ik heb echt geen idee namelijk wat er allemaal gaat veranderen. Dus ja. Jouw oma is een schatje. Ja, joh, dat weet ik. Ja, mijn oma is gewoon mijn beste vriendin. Ja. Ik ging lekker schminken voor de Halloween avondje. En ze vond het heel erg gezellig, zei ze. Dus ja. Alle stelen van Groningen. Oh, dat is gewoon topografie dan toch? Of niet? Dan is het toch gewoon topografie gewoon van Groningen? Ja, dat is dan topografie, want dat zijn de landen. Of de steden bedoel ik. Want Groningen heeft geen landen. Jappig. Ik heb de provincie van Nederland. Oké. Topo, ja, oké, dat dacht ik al. Want ik dit anders klopt het in mijn brein niet meer. Snap je? Ik bedoel, ja, oké, top. Wat gaan we nu doen? Kijk, ik kan nog steeds mijn moeder appen dat ik dat drankje even ga drinken. Oeh, dat scheelt er zo weinig, hè? Ja, 3 seconden meer. Wow. Wacht, zou ik het doen? Nee, joh, laat wel zitten, joh. Ik ga hem wel een andere keertje openen. Oh, mijn rug. Na mijn rondje nu al. Even kijken, hoor. Oh, paard kan in ieder geval hoger. Oh, er is niet zoveel aan gebeurd eigenlijk. Kun je naar Moorland gaan? Ja, ik kan wel even naar Moorland gaan. Nee, ik ga een andere keer knikkerdrankje doen, ja? Nee, nu heet het knikkerdrankje vanaf nu. Nee, ik ga een andere keer knikkerdrankje doen. Ja, vrienden. Ja, dat vind ik prima. Oké, ik ga nog eventjes naar voorweg. Ik ga nog even naar voorweg en dan... Mama! Kijk, ik heb dus van die Google-lampen hier boven mijn hoofd. En nu doet mijn moeder, doet dus nu de alle, zegt ze, hey Google, alle lampen uit. Maar dat betekent dus ook dat mijn lamp uitgaat. Mama! Wat is dit? Zomaar doe je ook mijn lamp uit. Dat vind ik niet aardig. Dan moet ik er helemaal aanklikken. Jongen, jongen, jongen. Even kijken. Ga dan. Ja, top. Hij doet het weer. Dus daar ben ik weer. Oké, ik ga even naar Moornet. En dan gaan we daar gaan we eventjes het namenrondje doen. Want dan kan iedereen erbij zijn. Hoe gaat het met jouw boebelie? Nou, goed hoor. Ja, het gaat goed hoor. Oké, even namenrondje doen. Oké, nu moet ik het weer. Voor degene die er nieuw bij zijn gekomen. Wat er echt een heleboel zijn. De laatste tijd trouwens, ik moet even zeggen. Bedankt als je er natuurlijk nieuw bij bent gekomen. Echt heel erg bedankt voor de zo snelle volgers. Het is echt bizar. Vandaag hebben we gewoon de 80.000 volgers aangetikt. Echt. Ja, nou, ik had het niet durven wensen vorig jaar. Het is echt bizar. Dus daar ben ik heel erg veel blij mee. Blij. Nou, het zal allemaal wel. Ik ga het naambroodje doen. Voor degene die is nieuw zijn. Ik ga 2 minuten, 2 of 1 minuut. Maar ik denk het is best wel druk. Dus ik denk dat ik 2 minuten ga doen. Ga ik dus één keer je naam zeggen. Dus je zegt één keer je naam in de chat. En dan lees ik hem op. En dan na 2 minuten is het dus voorbij. En dat is dus om 20:04. Want anders is het oneerlijk als ik nu 2 minuten ga doen. Want dat betekent dat deze minuut misschien al bijna voorbij is. En dat telt het niet. Dus iedereen is al begonnen. Maar ik ben nog niet eens begonnen. Dus het heeft echt heel weinig zin. Maar dus 1 keer je naam zeggen is genoeg. Want anders heeft het geen enkele nut. En kost dat de tijd voor andere mensen. Dus 1 keer je naam zeggen is genoeg. En dan ga ik hem even kijken. Nu starten en tot 2 dus. Even kijken hoor. Sorry trouwens als ik je naam verkeerd zeg. Ja, ik ben ook gewoon een mens, dus ik kan er niet zoveel van doen. Lana, Elise, Lotte, Isa, Josephine, Silke, Sanne, Elisabeth, Isa, even kijken hoor. Nikita, sorry als ik het verkeerd zeg. Marie natuurlijk. Lotte, even kijken hoor. Lente, mooie naam trouwens. Sven zie ik voorbij komen. Maria, Saar. En even kijken hoor. En, die heb ik al gehad. Saar heb ik nog niet gehad volgens mij. Je zei het goed, wat fijn. Caitlin, zo, ook een mooie naam. Matisse, als ik het verkeerd zeg, het spijt me echt zeer. Wat staat daar? Elvira.
Want daar moest ik even mijn best voor doen. Even kijken hoor. Luna. Of heb ik die al opgenoemd? Oeps. Eén keer naam zeggen is genoeg. Hè? Even onthouden. Bye. Nevra. Wat hebben we nog meer? Sophie. Maya. Nog 1 minuut, hè? Dus als je er niet bent geweest, moet je het even zeggen. Tamara. Even kijken hoor. Lisa heb ik niet voorbij. Ik zie Ivy. Ivy, denk ik. Ik zie eigenlijk Geert. Ik zie heel veel dezelfde namen. Ja, ik zie allemaal dezelfde namen eigenlijk. Even kijken. Ik doe er nog eentje. Nee, nog 2. Kato nog. En dan is dit degene die nu erbij komt. En dan ga ik die doen. Even kijken. Degene die ik zo niet heb gezegd. Jada, hoe spreek je dat uit? In ieder geval, dat was wel de laatste voor deze avond. In ieder geval, ik hoop dat jullie het echt heel erg gezellig vonden. Ik in ieder geval wel. Echt na een hele lange tijd zijn we gewoon weer een keertje live geweest. Ik heb er heel erg van genoten. En ik zou zeggen, tot de volgende live. Doei doei!